Kijk, heel constant dit soort brieven van CEIB. De meeste mensen zijn er niet zo blij mee. In ons geval is dat iets anders. Als wij dit soort brieven krijgen, dan heeft het meestal mee te maken dat er een beslissing is genomen door de officier. En die beslissing die wordt dan medegedeeld. Ik zal even laten zien wat we vandaag hebben binnengekregen. De eerste stapel beslissingen van vandaag. Gaan we mensen blij maken. Hier nog brieven van het Openbaar Ministerie. Je moet je voorstellen, op de drie zaken, daar vinden wij een fout in. Is het niet bij de officier, dan is het wel bij de kantonrechter of bij het hoger beroep. En dan wordt de zaak vernietigd en krijg je het geld weer terug. Dus heb je een boete, stuur hem in en we kijken ernaar voor je.